Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 12 januari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vanwege een spoedopdracht kan ik vandaag geen Daily Minutes maken. Ik wilde eigenlijk gewoon de 100ste uitzending herhalen in plaats daarvan. Maar ik heb vooral geen tijd voor de voorbereiding, dus ik heb eigenlijk geen nieuws. Ik heb een anderhalf week geleden echter nog wel het tweede deel van de geschiedenis over etenpiraten liggen. Die komt overigens grotendeels van Wikipedia. Als het me lukt om dat zonder heel veel fouten in te spreken, dan kost dat net zoveel tijd als een herhaling monteren kost. Wel jammer, want nu moeten de fans de stem van Kitty van het Verbindingsjournaal missen die in die 100ste aflevering zat. Welkom bij het Verbindingsjournaal van dinsdag 18 november. Mijn naam is Kitty Hemmer. Politie van Breda kampt met een slecht bereik in het centrum van de stad. Ja, en ook vanwege de tijdsdruk kan ik dus vanavond en waarschijnlijk ook morgenochtend niet na de uitzending QRV zijn. Meestal dan probeer ik er wel te zijn voor aanroepen, helaas. Ik ga in elk geval een morseoefening uitzenden, ook een andere dan gisteren en eergisteren, want dat waren herhalingen toen. Het kan wel zijn dat het een herhaling is, maar het is in ieder geval een andere morsetekst. En wat SSTV en Contestia betreft is het afwachten. Als het gaat, zitten die er ook bij. Ik herhaal een heel klein stukje van de vorige keer. Etenpiraterij is een fenomeen dat al snel na de lancering van de radio ontstond. In Europa werden er in de jaren 20 van de 20e eeuw staatsomroepen of omroepbestellen ingericht. In de Verenigde Staten was er enige tijd een ongecoördineerde en chaotische periode, waarbij veel lokale pioniers in hun stad middengolfzenders bouwden en al snel betaald door reclameinkomsten. Die zenders voerden in hoog tempo hun zendvermogen op om zo hun luisterbereik te vergroten. Daarbij gingen ze elkaar steeds meer onderling storen. En na diverse rechtszaken werd ook in de VS het spectrum geordend en gecoördineerd. De regeringen stelden radiocontrolediensten in die toezicht gingen houden op correct gebruik van de ether. Het zonder vergunning of buiten vergunningsvoorwaarden uitzenden, bijvoorbeeld met een te groot zendvermogen, een te hoog geplaatste antenne of buiten de aangewezen uren, wordt aangeduid met etenpiraterij. Omdat met commerciële radio geld verdiend kon worden, maar met de coördinatie tussen regeringen de toegang tot radiofrequenties beperkt werd, is er een voortdurende druk geweest van ondernemers om buiten de gereguleerde omroepsector toch een zender te starten, bijvoorbeeld door een zender op een boorplatform of schip buiten de territoriale wateren te plaatsen. In de jaren 30 van de 20e eeuw worden in de eerste gevallen van etenpiraterij in Nederland gedocumenteerd. Het Museum voor Communicatie in Den Haag bezit nieuwsfoto's uit die periode van lokale bewoners in de buurt van Almelo die met rieken en stokken opsporingsambtenaren en veldwachters probeerden te verhinderen om een illegale lokale radiozender uit de lucht te halen. Bij de bezetting in 1940 werden alle communicatie- en omroeporganisaties gelijkgeschakeld. Onder de PTT werden alle gemeentetelefoons, radiodistributienetten en de zenderparken van Nozema samengevoegd. Etenpiraterij werd opeens een zeer riskante, politiek subversieve handeling. De opsporingsorganisaties om niet-officiële zenders te lokaliseren werden in hoog tempo uitgebouwd door de bezetter, mede ook om verzetshaarden op te sporen die communiceerden met Engeland. Daarnaast werd het bewust storen van de ontvangst van radio-uitzendingen vanuit Engeland tot grote hoogte opgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse regering de nationalisatie van Nozema, de lokale draadomroepen en de gemeentetelefoons niet meer teruggedraaid. De onder de bezetter ontstane omvangrijke en technisch geavanceerde opsporingsapparaten werden niet meer voor politiek-militaire vervolging ingezet, maar gingen weer achter etenpiraten aan. Etenpiraterij vanaf zee werd vanaf eind jaren 50 van de 20e eeuw ontwikkeld door ondernemers met het doel om het in vrijwel alle landen maar zeer beperkt toegankelijke omroepbestel te omzeilen en te doorbreken door van buiten de territoriale wateren te opereren. Zo kon men legaal geld verdienen aan reclame met commerciële omroep vanaf de Vrije Zee. In de jaren 60 werden vooral Nederland en Engeland geconfronteerd met deze niet zo eenvoudig te bestrijden vorm van piraterij vanaf de Noordzee. Televisieuitzendingen kwamen opeens vanaf voormalige booreilanden. Dat zul je altijd zien als je weinig tijd hebt. Mijn kaartje was vol van de DR05 recorder. En die laat zich niet leegmaken op een of andere manier. Dat is een rechte kwestie, doordat ik het ding al wisselend tussen Windows en Linux gebruik. Ja, toch een nadeel van Linux. Televisieuitzendingen kwamen opeens vanaf voormalige booreilanden. Het Remmeiland en radio-uitzendingen vanaf schepen. Radio Noordzee, Veronica en Miamigo gericht op Nederlandstaligen. Radio London en Radio Caroline gericht op Engeland. De radiozenders werkten daarbij vooral op AM-frequenties, middengolf. FM was nog niet op grote schaal ingeburgerd in die tijd onder het publiek. En
Bovendien kon het FM niet verder worden gezonden dan de horizon, terwijl hoge masten op schepen veel te kwetsbaar waren. De entertainmentsector werkte intensief mee aan deze praktijk, in het bijzonder via het lanceren van de top 40, de tipparade, en de aanvoerder daarvan, de alarmschijf. Daarmee creëerde men een systeem waarbij veel platenwinkeliers met vaak beperkte kennis van wat populaire popmuziek was, inkochten op basis van wat er op die lijsten verscheen. De etenpiraten gingen over tot verregaande promotie van platen, die hen door zogenaamde pluggers van de platenmaatschappijen werden aangeleverd. Hiermee ontstond een systeem dat vooral voor de muziekindustrie tot forse expansie van hun bedrijfsactiviteiten en productafzet heeft geleid. Na regeringsingrijpen via raids op het REM-eiland en via wetgeving verbieden en uit de lucht halen van de radiozenders, zijn diverse van de voormalige etenpiraten, Tros, Veronica, eind jaren 60 en begin jaren 70 toegetreden tot het publieke omroepbestel. Daarbij bleven echter commerciële vehikels als de Stichting Top 40 overeind. Tegelijk werden de intellectuele eigendomsrechten op uitzendingen en nadien ook op doorgifte via de kabel aanzienlijk uitgebreid en versterkt. Rond 1980 werd Nederland geconfronteerd met een nieuwe golf van etenpiraterij, primair via de FM-radio met lokale stadszenders, maar ook via televisie door piraten die 's nachts televisiesignaalden instraalden op de ontvangstorens van kabeltelevisienetten op de frequenties van de publieke omroepen. De Nozema-zenders werden 's nachts namelijk uitgeschakeld, terwijl de kabelnetten ingeschakeld bleven. Een fors deel van deze televisieprogramma's bestond uit Tiroler seksfilms gelardeerd met lokale reclame. Gedwongen via additionele regelgeving zijn er nachtelijke afschakelaars in kabelnetten gemonteerd. De drijfveer was hierbij vooral publieke moraliteit en niet bezwaren van producenten van de seksfilms, die geen bezwaren hadden tegen deze auteursrechten schending. Eind jaren 80 ontstond weer een nieuwe vorm van etenpiraterij, nu via de satelliet. Op een satellietfrequentie in internationale gremia, bestemd voor telecommunicatie, gingen diverse mediaconcerns, in het bijzonder RTL uit Luxemburg en Sky vanuit het Verenigd Koninkrijk, televisiesignalen doorgeven naar heel West-Europa. Deze zogenaamde UBOG-constructie, leunend op het recht op vrije ontvangst uit het Verdrag van Rome, is gebruikt om de wettelijke blokkade op commerciële televisieomroep in Nederland en vele andere Europese landen definitief te doorbreken. In de zomer van 2010 is besloten strenger tegen etenpiraten op te treden. Agentschap Telecom is belast met het toezicht op de ether en gaat eigenaren van masten die gebruikt worden voor illegale uitzendingen direct beboeten. De boete bedraagt €2.500. Daarnaast wordt een last onder dwangsom opgelegd, ook van €2.250 per keer, dat de piraat op een bepaald perceel vervolgens opnieuw uitzendt. De strengere aanpak is nodig vanwege toenemende storingen op lokale radiostations, waaronder de rampenzenders, op het luchtverkeer en een geringe effectiviteit van de oude aanpak van etenpiraten. Tevens is er een ontwikkeling van sterkere zenders, hogere antennemasten en meer betrokkenen bij een overtreding. Per 1 november 2013 is vervolgens door agentschap Telecom een nieuwe regeling ingevoerd die bepaalt dat etenpiraten gelijk een boete kunnen krijgen opgelegd als zij in overtreding zijn. Deze boete kan oplopen tot €45.000 per overtreding. De regeling is ingesteld omdat in het oosten en het noorden van het land nog steeds een groot aantal piratenzenders actief zijn. Ook zijn de vermogens en de masthoogte van sommige piratenzenders dusdanig hoog dat zij bij atmosferische condities bijna een landelijk bereik hebben. Ten slotte, een zendpiraat kan commerciële radio maken, bekostigd door radioreclame, programma, sponsoring of payola. Dat hoeft echter niet. Die piraat maakt dan vrije radio, al dan niet politiek gekleurd en maatschappelijk betrokken. Een echte zendamateur of een zendamateur is iemand die legaal uitzendt. Hij heeft daarvoor een examen afgelegd en weet wat hij doet en aan welke regels hij zich moet houden. Hij of zij mag echter geen muziekuitzendingen plegen in de omroepbanden en is dus niet te beluisteren op radio's van de gewone burger. Tot ergernis van echte radiozendamateurs noemen veel piraten zich ook amateurs. Ook in de media werd vaak radioamateurs of zendamateurs gesproken als eigenlijk een radiopiraat wordt bedoeld.